Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2120 My Team Career Mode voor aflevering nummer 67. De ene laatste ronde van seizoen 5 staat op het programma. Brazilië, een leuk circuit, een snel circuit en ik verwacht daar ook heel veel van. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2120 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg ook even op sociale media mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificaties voor de grote prijs van Brazilië. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Q1, ik verwacht hier gewoon weer mooi goed door te komen. En ik verwacht ook veel van George Russell. Want ja, onze auto is gewoon veel beter dan de rest. Dus het kan misschien zijn dat George Russell de pole position pakt. Maar eerst Q1 zien te overleven. DRS geopend. Verstappen met een 1.5.6. De snelste tijd. En wij met een 1.5.5 pakken die tijd van hem af. P1 in Q1. Q2 dan. Op de medium banden. Kijken of wij een andere strategie kunnen doen dan de rest. In Mexico, namelijk de vorige aflevering, deden wij dat ook. Heb jij die gemist, zou ik die eerst even terugkijken. Dat kan rechtkomt ietsje. Moet je even op klikken en dan zie je die aflevering natuurlijk verschijnen. Dat wordt ook een hele goede wedstrijd voor ons. Paars in sector 2. Neem hier track limits waarschuwing. Maar wel een P1 met een 1.6.0. Kan zijn dat je wat gerommeld hoort op mijn opname. De buren zijn iets aan het doen, ik weet niet wat, maar het stoort heel erg. Dus ja, mijn excuses daarvoor, daar kan ik helaas niks aan doen. Q3, kijken of wij ook naar de pole position kunnen rijden. En dat is niet de pole. We komen 2/10 tekort op Max Verstappen. En dat blijft ook zo. 3/10 zelfs. Verstappen piepelt ons. Russell naar P2. Maar wij helaas teleurstellend naar P3. En ja, we hebben het gewoon nog geprobeerd. Alleen het is gewoon niet gelukt bij die twee runs. Onze eerste run was gewoon de snelste van allemaal. Van de drie. Dus ja, helaas. We starten niet van pole position. Maar wel op een andere strategie dan Max Verstappen. Dus ja, we gaan het zien voor de grote prijs van Brazilië voor Career aflevering 67. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's talk about the professor. What a season they've had. Well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have the Professor, Leclerc, Sebastian Vettel, and Albon, Sainz, Kvyat, Gasly, and Kevin Magnussen, Norris, Stroll, Nicholas Latifi, and Hamilton, Delatraz, Giovinazzi, Esteban Ocon, and Nobuharu Matsushita. De Vries, Perez, Ilott, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix.
Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Nou, we hebben al lang het kampioenschap dus gewonnen. We moeten dus eigenlijk gaan relaxen. Dat is het advies van Jeff. Dan gaan we kijken naar de strategie. Medium hard is de geselecteerde strategie, maar die kan misschien veranderen. Ik weet het niet. We moeten even kijken of er een safety car komt, ja of nee. Geen regen verwacht. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 67. Onszelf op P3, Russell op P2, Verstappen op pole position voor de ene laatste aflevering van seizoen 5. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan George Russell, beter weg dan Max Verstappen. We zijn nog gelijk hier aan die binnenkant van Max. Toucheren Verstappen. En de leiding veroverd door een hele goede start. Een hele goede tactiek die we hebben behaald. Ik krijg een waarschuwing voor even toucheren met Max. Maar dat is geen probleem. Verstappen kan wel terug aanvallen bij George Russell. Maar Russell behoudt die P2. Dus de paars in sector 2 neer. Dat is goed om te zien. Ronde nummer 2 is het. En we zetten paars in sector 1 en 2 neer. Snelste race van de punt staat nu nog op ons naam met een 1.13.2. Het gat naar George Russell bedraagt ongeveer een seconde. Die zit nog buiten onze DRS gedeelte. Een 1.8.7 is nu de snelste raceronde. En de DRS is beschikbaar gesteld in ronde nummer 3. George Russell kan hem nog niet gebruiken volgens mij. Het gat is 1,1 seconde. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd en Russell is naar ons toegereden. En dat gat bedraagt 1/4. Max Verstappen zit ook op een andere strategie. We reden daar iets te veel op het gras. En we zijn nu dat gat van 1/3. Het is nu ongeveer 1/10 geworden. Oh, daar valt Russell aan die binnenkant. Heel onverwachts. Wiel aan wiel gevecht. En verliezen bijna die auto. Verstappen raakt ons via de binnenkant en Russell kan profiteren. Verstappen heeft ons geraakt, moet ook een nieuwe voorvleugel gaan halen en Russell profiteert optimaal in ronde nummer 8. Een rare 1-0 actie die Verstappen daar deed. Ik sneed ook wel heel erg naar zijn kant toe, dat geef ik toe. Maar ik moest de auto redden, anders hadden we een spin gemaakt. Ronde nummer 9 en we vallen gelijk. Russell terug aan voor die leiding. Hier dan aan die binnenkant. Laat inremmen, maar Russell kan achterlangs kruisen. En het is een mooi gevecht voor de leiding in de wedstrijd tussen mijzelf en mijn teamgenoot George Russell. Kunnen we hier dan naar de buitenkant kijken. Zitten in de slipstream. En pakken hem mooi via die buitenkant terug. Russell deed nog een late poging om helemaal naar rechts te gaan. Sorry, naar links te gaan. Alleen dat is niet gelukt. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als Russell probeert aan te vallen. Lukt dat? Dat lukt, maar hij is niet aan de leiding. En Russell is gewoon nog naar P2. We komen trouwens na deze ronde naar binnen voor onze laatste pitstop. Dat wordt de harde band. Dus Russell gaat een overcut proberen op ons. Het zou wel heel vet zijn als we die kunnen coveren. We zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. We hebben een ronde langer doorgereden dan eigenlijk mogelijk is. Maak daar maar 2 rondes van. En Russell probeert aan te vallen aan die buitenkant. Raakt onze sidepod. We schieten wat door. Maar we verdedigen sterk. We gaan 2 rondes langer door dan normaal gepland. Russell gaat naar binnen. Russell gaat naar binnen. Gaat een undercut proberen op ons. En wij gaan nu pushen als een gek. Om ervoor te zorgen dat Russell niet voor ons eindigt. En Russell is naar de harde band gegaan. En wij gaan dus nu naar binnen een ronde later. Kijken of wij nog steeds voor George Russell de baan omkomen. Krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Maar dat is ook gewoon goed. Persoonlijke verbetering sector 1 en 2. Sector 3 helaas niet. Russell komt nu het rechte stuk op. Deze pitstop moet goed gaan. Maar die gaat niet goed. Want die is veel te langzaam. 3 seconden. Veel te langzame pitstop. En mijn pitcrew gooit het hier gewoon weg. Want Russell is rechts van ons. En is aan de leiding. Ja, virtueel aan de leiding, want Kevin Magnussen moet nog naar binnen.
En dat gat is best wel groot. 1,2 seconden naar George Russell. Alleen maar omdat mijn pitstop niet goed ging. En nu moet ik het op de baan gaan zien te proberen goed te maken. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd. We zitten precies op de helft als we helemaal naar George Russell toe kunnen remmen. We duwen hem als het ware vooruit. We zetten paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. DRS hier geopend. Lukt dat hier aan die binnenkant? Russell doet een hele rare beweging. Maar wij zetten de snelste raceronde in met een 1.78. Tegelijkertijd valt wij George Russell aan via die buitenkant. Ziet hier een klein beetje door. En Russell laat hem staan. Maar wij duwen hem daar wijd. En Russell is naar een P3 verwezen. En wij naar een P2 omdat Kevin Magnussen nog de wedstrijd leidt. Maar die moet nog een keer naar binnen. We zitten in de ronde nummer 22 van de wedstrijd. Als we daar Kevin Magnussen hebben. Paars in sector 1 en 2. Gat naar George Russell bedraagt ongeveer 2 seconden. Dus dat zit wel goed. En Magnussen duikt naar binnen toe. Voor zijn laatste pitstop. We zetten de snelste raceronde neer met een 1.77. Tot nu toe een hele leuke wedstrijd. Met een mooi gevecht. Met George Russell natuurlijk. Voor de raceoverwinning. Als Russell hier wint. Dan wint hij gewoon pas zijn allereerste van dit seizoen. Want hij staat dit seizoen gewoon droog. Wij hebben tot nu toe alle grote prijzen gewonnen in de wedstrijd. En we gaan ronde nummer 27 alweer in. Russell volgt op 18e. Hopelijk dat we deze grote prijs ook kunnen winnen. En dan gaan we ons opmaken voor de laatste aflevering van seizoen 5 in Abu Dhabi. Rood in sector 1, 19e langzamer, maar dat is geen probleem. Dat snelste raceronde punt hebben wij tot nu toe in handen. We gaan zo meteen ronde nummer 29 alweer in. En wat opmerkelijk is, we pakken steeds de tijd goed die we hier nodig hebben om Russell te coveren in sector 3. We weten uit de laatste bocht een extreem goede exit te hebben. Om ervoor te zorgen dat Russell er alleen maar naartoe kan rijden. Dus dat moeten we volhouden. We zitten in ronde nummer 31 van de wedstrijd. En precies weer hetzelfde verhaal. Russell kan alleen maar naar ons toe rijden. Kan niet aanvallen. Omdat we een hele goede late sector rijden. Ja, daar bedoel ik mee. We gaan eerder op ons gas uit de late bocht. En daarmee pakken wij de tijd die we nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat Russell niet aanvalt. Rood in sector 1, 16e langzamer. Maar dat boeit ons helemaal niks. Bandenconditie zien er nog steeds goed uit als we blauwe vlaggen krijgen. Van achterblijvers die daar rijden. Is dat Nicolas Latifi en George Russell. En Romain Grosjean. Ja, ik zit even in de war met Real Life Formule 1. Want daar rijdt Russell gewoon nog voor Williams. Ja, dat was dus niet de bedoeling. Ik had het aangeprest. We schieten een klein beetje door. En Russell kan kijken. Die kon daar kijken. En zit er in één keer dichter en dichter bij op. We hebben hier last van Nick de Vries, is dat. En Romain Grosjean. Wanneer gaat hij aan de kant? De Vries gaat hier mooi aan de kant. En blokkeert Russell eventjes. Dat is heel goed. Grosjean daar ook aan de kant gegaan. En het gat naar George Russell bedraagt nu 1 seconde. Krijgen een track limit waarschuwing aan onze broek. Maar dat is geen probleem. We zitten in ronde nummer 35 van de wedstrijd. Het gat naar Russell bedraagt nog steeds 1 seconde. Dus hij zit buiten de dieren. Laat maar zitten. Nou, oh, Gasly is uitgevallen. Ook onverwachts. Pierre Gasly is uitgevallen in de wedstrijd. 1 uitvallen dus. In de ene laatste ronde moet zijn Red Bull het opgeven. Dat is jammer voor de Fransman. Sorry, in ronde nummer 34 moest hij hem opgeven.
Want toen viel hij uit. Niet in ronde nummer 35, deze ronde dus. Daar viel hij niet uit in ronde nummer 34. Dat gat naar George Russell bedraagt 19e. We gaan zo meteen de laatste ronde in. Het is hier gele vlag vanwege Pierre. Die daar staat aan de linkerkant. Heeft Russell nog alles in zich om een laatste aanval te wagen? Of zijn wij veilig? Zijn wij veilig dat we het nu rustig aan kunnen gaan doen? Nou, ik heb het antwoord al voor je. Nee. Nee. We zijn lange na niet veilig. Want Russell, ja, die kan gewoon nog aanvallen. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. En nu moeten we het hoofd koel zien te houden. Gat naar Russell bedraagt ongeveer 17e. Dat is nu 16e geworden. Het is nu 15e geworden. 14e zelfs. 13e. Russell gaat er alles aan doen. Terwijl Max Verstappen dat snelste racepunt van ons afpakt. Maar dat is geen probleem. Russell keek daar even aan die buitenkant. We moesten een verdedigende actie gaan ondernemen. Anders was hij er langs geweest. Dus Russell zet nog steeds alles op alles om die overwinning op zijn naam te zetten. Maar ik ga denk ik heel slim verdedigen. We krijgen geen blauwe vlaggen meer te zien. Dat is goed. Nog een paar bochten en meters te gaan. En dan zit deze grote prijs er alweer op. We zijn bij de ene laatste bocht van de wedstrijd. Pak hier weer een hele goede exit. En het is gedaan. Russell wint niet de grote prijs. Vertrok wel een positie eerder, maar eindigt een positie lager. Wij winnen dus de ene laatste wedstrijd van seizoen 5. En we gaan ons opmaken voor de finale in Abu Dhabi. That's a spectacular victory then. And with it, the championship is secure. It's been a magnificent season. And they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So Anthony, what made the difference out there today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hierbij dan dus uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Russell mist hem op 19e. Charles Leclerc naar P3. Verstappen pakt dat snelste gridsonderpunt toch nog van ons af. Albon 4, Sainz 5, Vettel 6, Norris 7, Magnussen 8, Verstappen dus 9 en Hamilton na P10 pakt het laatste punt voor Mercedes. Dat is best wel pijnlijk, maar hij vertrok al vanaf P14. Dus ja, het is wat het is. Fiat 11, De Leetros 12, Ocon 13, Latifi 14. En dat was het denk ik wel. Stroll 15, Perez 16, Matsushita 17, Giovinazzi 18. Ik denk Latifi 19 denk ik en De Vries 20 of zoiets. Ja, we hebben het gewoon ja, met een eerdere pitstop toch nog weten goed te maken. Dus ja, we mogen eigenlijk van geluk spreken. Maar goed, dit was dus deze aflevering mensen. Het zit er alweer op. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode video's. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden op deze video? Zo ja, laat het dan weten in de comments. Volg me op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Gaan we verder voor de laatste aflevering in seizoen 5 in Abu Dhabi.